Stel je hebt twee glazen. In het ene doen we water, in het andere een andere vloeistof, namelijk gesmolten kaarsvet. Oké, dan pakken we een klontje ijs en gooien we in het water. Kijk, plonk, en ijs blijft drijven. Als we dat zelf doen met gesmolten kaarsvet, dus we pakken een klontje kaarsvet, maar dan wel vast dus, en we gooien dat in het kaarsvet, dan blijft het niet drijven. Hoe kan dat? Dat is te verklaren met het molecuulmodel en dichtheid. We gaan van start. We beginnen niet met water, niet met kaarsvet, maar met gewoon een brok steen of zoiets. En als je dan naar een heel klein stukje kunt kijken, dan zie je dat zo'n stuk steen is opgebouwd uit moleculen. Allemaal kleine balletjes. En dat zijn moleculen. Molecuultheorie zegt drie verschillende dingen. 1. Die moleculen die trekken elkaar aan. Op zich natuurlijk logisch, want anders zou het uit elkaar vallen. Het is natuurlijk wel zo dat ze wel vlak bij elkaar moeten zijn. Als ze ver uit elkaar zijn, dan zullen ze elkaar niet zo aantrekken. 2. Tussen moleculen zit een afstand. Die afstand is niet constant, want ja, ze bewegen natuurlijk zoals je ziet. Hè? Maar er zit een afstand in. En die afstand, dat noemen we de intermoleculaire ruimte. Hè? Dat is dus de ruimte tussen de moleculen in. Vandaar het woord intermoleculair. En 3, en dat zie je eigenlijk al, ze bewegen constant. Ze weten van niet ophouden. Het zijn ontzettend bezige deeltjes. Oké, wat kun je nou met deze zaken verklaren? Nou, die moleculen bewegen constant. En dat is natuurlijk zo, van, het is afhankelijk van temperatuur. Ja, een hoge temperatuur, dan zullen ze harder gaan bewegen. En als ze harder gaan bewegen, dan gaan we naar dat tweede punt toe. Ja, dan zal die onderlinge ruimte ook groter worden. En dat betekent dus ja, dat de stof uit gaat zetten. Het wordt groter. Dus je kunt met molecuulmodel verklaren waarom iets uitzet als de temperatuur omhoog gaat. Ja, en dan krijg je dus ook van, hey, als het temperatuur omhoog gaat, dan zullen ze dus verder uit elkaar gaan. En betekent dus dat ze minder aantrekking krijgen. Oftewel, je hebt grotere kans dat het uit elkaar valt. En dan krijg je dus hè, dat je een vaste stof hebt. Ja, vast. Dat betekent dus dat alle moleculen ja, echt vastzitten. Maar je ziet al, ze bewegen nog wel een beetje. Hè, alleen om een bepaalde stand. Ze gaan niet echt ver weg. De vloeistof. Hè, dus je verwarmt het. Ze gaan harder bewegen en op een gegeven moment hebben ze niet meer zo'n grote aantrekkingskracht dat ze op hunzelfde plek blijven. En dan krijg je dus een vloeistof. En vloeistof, ja, dan bewegen alle moleculen kriskras door elkaar, maar ze blijven wel in dezelfde vloeistof nog zitten. De ruimte is beperkt. En dat heb je niet als je nog verder gaat. De aantrekkingskracht tussen de moleculen wordt nog steeds minder en dan krijg je een gas. En in gas, dan bewegen ze kriskras door elkaar. Als je het in het vat hebt, blijven ze nog wel in het vat. Maar als het vat open zou zijn, dan zouden ze overal heen kunnen gaan. Vast, vloeistof, gas. Dat zijn de drie fasen van een stof. Je kunt van vast naar vloeistof toe gaan natuurlijk. En dat heet smelten, wel bekend hoop ik. Omgekeerd, als je van vloeistof naar vast gaat, dan wordt dat stollen genoemd. Je kunt natuurlijk ook voor vloeistof, als je verwarmt, wordt het een gas. En dat is dan verdampen. En je kunt gas ook laten condenseren en dan wordt het weer vloeistof. Iets minder bekend is dat gas ook rechtstreeks, zonder dat het eerst vloeistof wordt, vast kan worden. Er gebeurt 's winters wel eens een keer hè, en dat heet rijpen. Er ontstaat een dun laagje ijs op iets. Omgekeerd kan ook dat het ijs gas wordt zonder dat het eerst vloeistof wordt. En dan wordt het sublimeren genoemd. Bij al deze overgangen, maakt niet uit stollen, rijpen, verdampen of wat dan ook, is het zo dat de temperatuur constant blijft tijdens het overgaan. Kijk, een groene bal. Wel erg eenzaam in zo'n groene bal dus. Weet je wat, een buurman erbij
2 is ook weinig, dus we gaan er een beetje bij doen. 9 stuks, dat is wel mooi. Stel je voor dat 1 bal 1 gram is. Ja, en het is 3 centimeter daar, dus ook 3 centimeter daar. En we kunnen het nog mooier maken, we maken er een kubus van. Zo, ja, heb ik een kubus van 3 bij 3 bij 3. Betekent dus dat het totaal 27 gram is. Want ik heb in totaal 27 ballen. Ja? 3 keer 9. Dan heb ik dus een kubus van 3 bij 3 bij 3 is 27 kubieke centimeter. Oftewel, 1 kubieke centimeter is precies 1 gram. Kubus, fruit, we maken er kubus van. En stel je voor, de kubus is 5 graden Celsius. Ik laat de temperatuur stijgen. En dan weet je wat er gebeurt. Namelijk, het gaat uitzetten. Ja, molecuultheorie. We laten hem uitzetten 4 bij 4 bij 4. Oftewel, het totaal volume is dan niet meer 3 bij 3 bij 3. Maar 4 keer 4 keer 4. En dat neemt dus toe naar 64 kubieke centimeter. Oftewel, de massa per kubieke centimeter is dan niet meer 1 gram, maar de wat, die 27 blijft natuurlijk 27 gram, die wordt dus 27 gedeeld door 64 en dat wordt dus slechts 0,42 gram. Die massa per kubieke centimeter, of eventueel per kubieke meter natuurlijk, dat wordt dichtheid genoemd. Dichtheid, hier staat de formule, is massa gedeeld door volume. Oftewel, massa in kilogram, volume moet in kubieke meter. We hebben zo net kubieke centimeter gedaan in het voorbeeld, maar officieel hoort het in kubieke meters. En dan krijg je de dichtheid, en de dichtheid is in kilogram per kubieke meter. En als de massa dus gelijk blijft bij temperatuurstijging, het volume dat neemt dus juist toe bij temperatuurstijging, en betekent dus dat de dichtheid afneemt bij temperatuurstijging. Ja, en dat zie je dus ook in BINA's. Bij BINA's staat in de tabel bij dichtheid een temperatuur gegeven, want het is afhankelijk van temperatuur wat er met de dichtheid is. Is het altijd zo dat de dichtheid afneemt bij temperatuurtoename? Niet altijd zo. IJs is een uitzondering. Want je ziet hier een stukje ijs en dan zie je dat er een bepaalde structuur is. Ja? Die moleculen die vormen allemaal een vijfhoek met elkaar. Als het nou water wordt, ja, dan zal de onderlinge binding verslappen. En dat betekent dat de structuur in elkaar klapt. Oftewel, ja, het wordt water en het gaat dichter bij elkaar komen. En dat betekent dus dat ijs juist een groter volume heeft. En als je dan verwarmt, dan zal het ijs dus kleiner worden. Water, ijs is het enige materiaal waarbij dus de volume afneemt zodra het gaat smelten. Ja, de dichtheid wordt dan kleiner. Maar let op, water, ijs is het enigste materiaal wat dat heeft. En daarom heb je dus ook dat water en ijs, dat ijs dus blijft drijven. Want ijs heeft een dichtheid wat kleiner is dan water. Terwijl andere vloeistoffen en dergelijke, gesmolten kaasvet, ja, daar is de dichtheid van de vaste stof altijd groter dan die van de vloeistof. En dat is wel mooi natuurlijk, want daardoor blijft ijs drijven op water en daardoor kun je er ook op schaatsen. Anders zou dat niet mogelijk zijn. Dus een prachtig mooie eigenschap van ijs, CQ water. Nog even iets over dichtheid. Ja, stel je voor, je hebt aluminium en ijzer. Ja, eventjes apart zetten, zo, mooi onder elkaar. Dan zie je dus dat de dichtheid van ijzer, ja, een stuk groter is dan die van aluminium. Hoe kan dat? Nou, we pakken even het periodiek systeem erbij. En we kijken naar aluminium. Ja, zetten we even die kant op. En we kijken naar ijzer. Zo, naar de andere kant. Dan zie je dat de atoommassa van ijzer, ja, die is een stuk groter dan de atoommassa van aluminium. Ja, deze atoommassa, die 13 is atoomnummer, maar het gaat om de massa. Ja, en
het is dus zo dat de atoommassa, dat beïnvloedt de dichtheid. Ja? Het is zo van, hoe groter de atoommassa, hoe groter de dichtheid. En dat is dichtheid en dat is moleculenmodel. Zo, we gaan er weer vandoor. Het kan nu nog. En ik zou zeggen, bedankt voor het bekijken en wellicht tot horens.